Welkom. Vandaag gaan we het hebben over stofeigenschappen en de bouw van stoffen. En de bouw van stoffen, zoals chemici en natuurkundigen, kijken naar atomen die bepalen een aantal stofeigenschappen. En ik zet hier een aantal dingen op een rij. We kunnen stoffen in drie groepen indelen en die zie je hier, metalen, zouten en moleculaire stoffen. En ik behandel ze kort één voor één. Metalen zitten heel netjes gerangschikt in een patroon. En dat patroon dat noemen we een rooster, een kristalrooster. En als het kristalrooster is opgevuld met alleen metaalatomen, dan noemen we dat een metaalrooster in plaats van een kristalrooster. Die positief geladen metaalionen en de elektronen die negatief zijn eromheen, of de positief geladen kern, de negatieve elektronen eromheen, die zorgen dat die atomen elkaar aantrekken, dat noemen we een metaalbinding. En omdat metalen over het algemeen aan de linkerkant van het periodiek systeem weinig elektronen in een buitenste schil hebben, zoals natrium heeft er maar één, die zit in een buitenste schil, die ondervindt weinig aantrekkingskracht van de kern, dus kan die vrij eenvoudig kan die weg. En dat gebeurt in zo'n metaalrooster. En omdat ze relatief vrij kunnen bewegen, kan dit metaal in een metaalrooster, in de vaste stof dus, de vaste vorm, kan dus elektriciteit geleiden. Dat gebeurt ook in de vloeibare fase. Dan wordt alles nog makkelijker te bewegen. Dan zijn die elektronen nog makkelijker te bewegen. En kan het ook elektronen geleiden. En dus is elektriciteitsgeleiding daar mogelijk. Dat is een stofeigenschap. Als we kijken naar zouten. Zouten bestaan uit een metaal en een niet-metaal. Dus de combinatie van die twee. Natriumchloride. Ja, natrium is het metaal, chloride is het niet-metaal. En dan als die twee bij elkaar zijn, dan hebben we een zout. Nou, die zijn ook weer heel mooi geordend in de vaste fase in een kristalrooster. Als we het over zouten hebben, dan noemen we dat een ionrooster. En de binding tussen die positief en negatief geladen deeltjes, ja, Na+ en Cl-, die noemen we een ionbinding en dat is een zeer sterke binding. Er zijn geen vrije elektronen, want natrium heeft dat ene elektron al weggestoten. En chloor heeft dat al opgenomen en is chloride geworden. En dus is er in vaste vorm geen elektronen die kunnen weglopen, om het maar zo te zeggen, die vrij kunnen bewegen. En een vaste stof, een vast zout, geleidt dus geen elektriciteit. Maar in een vloeibare situatie is dat weer wel zo. Ja, in een vloeibare situatie, zout in water, ja, maar dat is een oplossing, dan is het wel een stroomgeleiding. Maar vloeibaar zout, moet je er erg hoge temperaturen zijn er voor nodig, duizenden graden, dan is dat zout ook, kan ook stroom geleiden, elektriciteit geleiden. De derde, moleculaire stof, ja, dat zijn ongeladen deeltjes. En die ongeladen deeltjes, bijvoorbeeld glucose, ja, die ongeladen deeltjes, die blijven bij elkaar vanwege een aantrekkingskracht die wij de Van der Waals-binding noemen. En als die mooi netjes geordend zijn, noemen we het een molecuulrooster. Dus ook een kristalrooster. Zowel in de vaste als vloeibare fase is er geen geleiding van elektriciteit. Drie stoffen, verschillende stoffen, drie groepen dus, met een aantal stofeigenschappen die je hier verklaard ziet, zoals elektriciteitsgeleiding. Dus het begin van een nieuw hoofdstuk 3, ja, stofeigenschappen. We gaan hier dieper op in. Succes!